Het plaatsen van heipaalfunderingen voor offshore windturbines en olie- en gasplatforms gaat gepaard met veel schade voor het onderwaterleven. Het geluidsniveau van de heihamers richt veel schade aan het onderwaterleven. Bij SPT Offshore hebben zij een duurzame oplossing voor dit probleem. We spreken Managing Director Mark Riemers hierover. Om aan de groene energiedoelen van Europa en Nederland te voldoen, worden op zee duizenden windmolens geplaatst. Dit gebeurt thans veelal met heipalen. Het kan veel duurzamer en milieuvriendelijker door de toepassing van zuigpalen. Zuigpalen zijn in feite omgekeerde stalen emmers die op de bodem worden gezakt en die met een pomp in de grond worden geduwd door het activeren van de pomp. Het is een snelle operatie. In een kwestie van een paar uur heb je een zuigpaal geïnstalleerd. De voordelen van zuigpalen zijn dat je de constructie van tevoren vastmaakt aan de zuigpaal op de werf. Daardoor bespaar je op zee gemiddeld 1 dag tijd in vergelijking met een heipaalconstructie. Gemiddeld windmolenparken bestaan uit honderden windmolens. Van die honderden windmolens bespaar je dus honderden dagen aan tijd op zee. Minder CO2-uitstoot van de grote kraanschepen, snellere operaties. Een veel betere oplossing dus. Wij hebben hier als klant voor gekozen omdat het inzuigen van ankers ideaal is voor dit project. Als we zouden moeten heien, zouden we al heel snel op een kalklaag stuiten die wat onder de zeebodem zit. Het inzuigen maakt gebruik van de zandlaag en dat is eigenlijk de perfecte toepassing. Bovendien hebben zuigankers het voordeel dat ze tijdens het inzuigen geen geluid produceren. En wij hebben onze klant daarmee kunnen overtuigen dat wij eigenlijk een ideale toepassing kunnen leveren voor dit project. Het duurzame aan zuigpalen is het installatieproces, waarbij eigenlijk geen geluid wordt geproduceerd. Het geluidsniveau is gelijk aan het geluid van de omgeving. Vissen hebben hier dus weinig last van. En met heien, alternatieve installatietechniek, wordt er heel veel lawaai gemaakt. Wij hebben eigenlijk een normaal omgevingsgeluid. Vissen raken hierdoor niet gedesoriënteerd. Vooral bruinvissen en walvissen kunnen hier last van hebben. Geen gehoorschade, nog steeds makkelijk zoeken naar voedsel. En hierdoor tast de installatie van zuigpalen de visstand niet aan. En wij zien dat ook tijdens ons installatieproces. Rond het installatieproces zie je allerlei leven rondom de paal tijdens het installeren. Zuigpaalfundaties worden wereldwijd vaker en vaker toegepast. De klanten zien de voordelen van de snelle operatie en de geruisloze operaties. Er zijn projecten die lopen nu in China, op de Noordzee en langs de Amerikaanse oostkust. En de klanten zien de voordelen.